Halo van Beyoncé. Ja, het internet is iets leuks, maar zit vol gevaren. En het Onze Lieve Vrouw Lyceum in Genk wil hun leerlingen daarvoor behoeden met extra lessen over veilig internet. En bij mij zitten Ilse Doemen en Jens Veldje. Heel goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, vroeger sensibiliseerden jullie de ouders. Ja. Dat was nog eenvoudig te doen, dat klopt. Ja, dus jullie gaven de ouders tips en advies van hoe dat je een beetje controle kan hebben over het internetgebruik bij de jongeren. Ja, dat klopt. Vroeger in onze tijd, toen het internet nog maar juist opkwam, was het eenvoudig om eigenlijk de pc naar de woonkamer te verhuizen. Zodat vader of moeder toch wat over hun schouder kon meekijken, wat sociaal toezicht had. Ja. Maar tegenwoordig heeft iedere jongere ondertussen zijn eigen schermpje. Één of meer smartphones, laptops, tablets. Ja. Dus wordt het moeilijker om die controle wat te houden. Dus moet er eigenlijk een shift plaatsvinden van het sensibiliseren van de ouders naar het sensibiliseren van de jongeren zelf. Ja. En dat proberen wij in onze school toch wel extra in de verf te zetten. Tot de jeugd richten. Nu vraag ik me dan af, is het niet wat een late leeftijd om nu nog te gaan sensibiliseren? Want sommige kinderen zitten van 6, 7 jaar al op de iPad en op YouTube. En Dat klopt wel, maar de ouders van onze generatie, de MSN-generatie, is gewend van één-op-één communicatie te doen. De jeugd van tegenwoordig is gewend eigenlijk van alles op ofwel Instagram, Facebook, Twitter te smijten voor de hele wereld. Ja. En beseffen daarom eigenlijk nog niet goed wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. En ook onze school maakt weliswaar tot nu toe nog maar kleinere incidentjes mee. Mm-hmm. Maar we merken, als die incidentjes er zijn, moeten wij als onderwijs proberen hun te begeleiden daarin. Ja, en misschien tot naar de bron gaan om het daar, aan te pakken waarom die incidentjes er zijn. Ilse, je bent de directeur van de eerste graad. En jullie hebben ervoor gekozen om dat in eigen initiatief te doen eigenlijk. Dus het is niet dat de overheid of het leerplan dat oplegt. Nee, men merkte toch wel dat er een noodzaak was bij de jongeren ook. Van qua vooral preventie, van wat kan niet, wat doe ik niet. En hebben we gezegd van, wij willen daar extra op inzetten. En dat zijn dan 5 middagpauzes, dat elke klas aan de beurt komt. Van 12:30 tot 12:50, dus toch wel 50 minuten, een lesuur eigenlijk. En dat 5 keer achter elkaar, om hen echt bewust te maken van, waar let ik op mijn wachtwoorden, welke taal gebruik ik. Wat zeggen de leerlingen ervan, dat jullie de middagpauze voor een stukje afnemen om dat te doen? Zij vinden dat eigenlijk niet erg, want zij vinden de lessen ook wel fijn, zij leren daar ook heel veel uit. Ja. En op het einde van die lessen krijgen zij ook wel een diploma. Dus dat stimuleert hen ook wel. Dus het is op een speelse manier gedaan dan? Ja. En buiten die lessen diploma Veilig Internet hebben wij dan dit jaar ook gekozen om mee te doen met Cyber Internet Day. Ja, dat was 10 februari? Ja, dat was 10 februari. En dan hebben wij ook activiteiten ontwikkeld voor het eerste, tweede, derde en het vierde middelbaar. Het eerste middelbaar hebben we gekozen voor het spel De Juiste Klik. Is een spel van Child Focus. Ja. Duurde 2 lesuren. 1 uur was het spel spelen en de tweede lesuur was dan de bespreking van de resultaten van het spel. Ja. En wij vonden dat, de leerlingen vonden de spelvorm fijn en ze hebben ondertussen ook wel weer iets meegenomen. Bijgeleerd. Ja. Dus ons doel is ook bereikt. En dat was ook, Jens, een soort van spel dat ze konden spelen, waarin ze eigenlijk aan de hand van de keuzes die zij maakten, toch de scenario's konden veranderen. Ja, dat klopt. In ons, samen in ons derde en vierde jaar, dus de tweede graad, die al iets ouder zijn, iets minder in contact komen met dat cyberpesten, maar misschien al wel meegemaakt hebben in de eerste graad. Met die leerlingen hebben we samen met de klastitularis It's Up To You gedaan. It's Up To You is een interactieve website, een Nederlandse website, waarin dat er eigenlijk 72 scenario's mogelijk zijn met 22 verschillende eindes. Ja. Dus een leerling kiest een jongen of een meisje als hoofdpersonage en je krijgt dan een scenario, in de klas wordt een jongen gepest. En dan moeten zij eigen keuzes maken, heel bewust, individueel. Ga ik meepesten? Ga ik actief tegen dat pesten ingaan? Of ga ik mij aan de zijlijn houden? En naar gelang welk antwoord dat ze kiezen, krijgen ze inderdaad een ander einde. Dan wordt de situatie anders. Ja. En dat brengt ons eigenlijk tot een eindconclusie, nog niet zo dadelijk, maar we gaan met de klas dan in gesprek. Daarom is de klastitularis er ook bij. We laten ook nog een filmpje zien van klassen en van de Think Before You Post campagne. Ja. En dan maken we een klasgesprek, of houden we een klasgesprek. Daaruit moeten wat tips komen en dat laten we dan samen met de leerlingen van het derde en vierde jaar. Ja, ik weet niet of het projecteert, zal het eventueel daar doen. Laten we Facebook duimen maken. Ja. Stop pesten. En de leerlingen maken zelf een slogan verder af. En die slogans die gaan we dan ophangen binnen de school. Ja, ja, en dat is eigenlijk een stimulans voor de leerlingen van de eerste en tweede graad. Mag ik zeggen dat het cyberpesten een beetje het gevaar van de afgelopen jaren is op het internet? Ja, dat klopt wel. Ja. Ja, dat ervaren wij heel dagelijks eigenlijk wel van leerlingen die
conflicten die op school beginnen, die dan op internet verder gaan, of dingen die op internet beginnen en zich dan sanderendaags voortzetten op school. Ja, want als er iets gebeurt op de speelplaats of in de klas, dan heb je dat als leerkracht waarschijnlijk al in de gaten, maar als dat via het internet gebeurt, En wij adviseren dan ook de leerlingen van, kijk, maak daar een printscreen van, trek je ouders erbij, blijf daar niet mee zitten, kom daarmee naar ons en dan proberen we dat samen op te lossen. Ja. Dus dat wordt toch wel aangewerkt dan? Ja, zeker. We hebben een e-safety werkgroep opgericht. Iedere twee weken komen we samen, dat is directie, leerkrachten, ICT-coördinatoren, en dan bespreken we eigenlijk een ICT-werkplan waar bijvoorbeeld in staat: wat moet ik doen, wat is het stappenplan als leerkracht als je geconfronteerd wordt met cyberpesten? Die dingetjes, dat wordt daar eigenlijk besproken. Iedere twee weken zitten we daar dan voor samen om zoiets mooi uit te werken. Dat wordt ook voorgebracht aan de leerlingen. Dus we werken daar wel degelijk aan. En hebben jullie de indruk dat het binnenkomt bij de leerlingen? Dat ze zoiets hebben van, hier gaan we in de toekomst wel iets mee doen? Ja, want met cyberpesten zijn we eigenlijk al 2 jaar bezig. En we merken nu toch wel dat mag al... niet, hè? Je mag daar niet mee bezig zijn. De preventie tegen cyberpesten zijn we toch wel 2 jaar bezig. En we merken toch ook wel dat leerlingen interne daar toch wel dingen van meegepikt hebben. Ja. En toch wel, dat dat toch wel al minder is, dat de preventie toch wel helpt. En ik zeg ook altijd tegen de leerlingen, want zij posten heel veel foto's en zij weten echt niet van wat de impact daarvan is. Van een foto die je bij je oma niet op de kast durft te zetten, zet die ook niet op internet. Of een foto die je niet wilt dat die in het groot in het bushokje ophangt, post je ook niet op internet. Nee. Dus de bewustwording. En daar merken we toch al wel een positieve vooruitgang, dat wel. Maar evengoed, blijft nodig. Ik vind het alleszins een zeer goed initiatief. Duimen omhoog en hopelijk tot de volgende keer. Dank u wel voor de toelichting, Jens en Ilse.